het is weer tijd voor Henk in de keuken. Goedemorgen beste mensen, het is weer tijd voor Henk in de keuken. Het is vrijdag 22 juli 2022. En ja, we zijn er weer, de krantjes zijn weer rond, het is een beetje grijs. De kolossale walrus Freya. Ja, moet je het voorstellen, je wil met je kindjes lekker gaan varen op je bootje. Zwemvestjes heb je al aan. Je verheugt je er erg op. Het is mooi weer. En je hebt tenslotte een bootje in de jachthaven liggen. Nou, je komt eraan. En dan ligt er een enorme walrus op je bootje. Echt zo. Groot en dikke. Kijk, hier ligt hij. Zie je hem? Ja, wat dan? Hij heeft al menig bootje tot zinken gebracht. En ja, wie wil zo'n walrus nou op zijn steiger of op zijn bootje hebben? Pagina 4. Freya. Kijk hier. Pas op, daar heb je Freya. Die boot die gaat kelderen. Freya lijkt zich bij voorkeur te verpozen op pleziervaartuigen die bijkans bezwijken onder haar gewicht. Hij rustte vorig jaar uit op een Nederlandse onderzeeër en lijkt een tour te maken langs de Europese kusten. Ze werd al eerder gespot voor de kusten van Duitsland, Denemarken en Schotland. En is er recentelijk neergestreken in Noorwegen. Ze is te herkennen aan een roze vlek op haar neus. Ze weegt 680 kilo en heeft al meerdere kleine boten tot zinken gebracht. Freya is een beroemdheid geworden omdat ze normaal gesproken alleen in de Poolcirkel zwemt. Ze is nu zo'n 650 kilometer van huis en het is onduidelijk waardoor ze in het zuiden terecht is gekomen. Ze proberen haar op een drijvend ponton te krijgen en dan met een boot terug te slepen naar een andere plaats langs de Noorse kust. Freya. Ja, ik zie een Walt Disney film komen. Ik zie animatiehumor. Ja, daar ligt ze heerlijk in haar bootje. Het is net zo'n Duitser. Dikke pens. 680 kilo. Ja. Is toch wel grappig. Is toch wel leuk. Nou, de tour is ook weer geweest. En Boccaccia heeft het niet kunnen redden. Want natuurlijk Wout van Aert niet in zijn team. Wout van Aert heeft goede dingen gedaan voor Vingegaard en het mag nog een wonder zijn, wil hij niet geel krijgen. Er komt natuurlijk nog een tijdrit. Maar hij heeft aardig wat voorsprong opgebouwd. En dat moet haast wel genoeg zijn. Als corona niet een droet in het eten gooit, is Vinica de nieuwe winnaar van de Tour de France. Had het beste team, was de beste rijder. En het is hem gegund. Hij heeft nog even gewacht toen Boccaccia viel.
Hij viel eerst zelf bijna, er lag wat losgrind op de weg, dat was al voor gewaarschuwd. En ja, toen reed Pocaccia de sloot in. Wat doet Vinegaard, die wacht op Pocaccia. Een slimme set, goede set, sportief set. Daardoor konden ze met z'n tweeën doorrijden en Pocaccia wil eigenlijk alleen nog maar de etappe winnen. Ook dat is hem niet gelukt. Wout van Aert liet zich afzakken of moest afzakken of zakte af en zette nog even de sprint erin. Pocaccia kon het niet meer bijbenen en tralala, het verschil was gemaakt, de Tour is gewonnen. Vandaag hebben we waarschijnlijk een massasprint en dan zaterdag nog een tijdrit en dan zondag naar de Champs-Élysées en dan is het allemaal weer klaar. Nou, Henk in de Keuken is ook klaar deze week. Ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Geniet van het mooie weer, geniet van het leven en lang leven de liefde. Toedeledokie.